Ik ben Paul Gobé van het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik ben projectleider van het project Open Anatomie Leermaterialen. En ik ben dat gaan doen om twee redenen. Ten eerste toegankelijkheid. Anatomie is van ons allemaal als mensen. En ik vind het belangrijk dat studenten bij alle materialen erbij kunnen. Niet door financiële belemmeringen belemmerd worden. Dat gebeurt nog steeds ook, niet alleen in het buitenland, maar ook onze Nederlandse studenten hebben niet altijd geld om alle boeken te kopen. En ten tweede voor de docenten, die zitten ook vaak met belemmeringen van kan ik dit plaatje wel of niet gebruiken, vooral in weblectures en in online onderwijs wat open gaat. En dat zou met open materiaal een stuk beter kunnen. Tweede reden, kwaliteit. Ik denk uiteindelijk als de materialen open zijn, dan bouw je voort op elkaar, ook als je het kunt hergebruiken, bouw je erop voort. Je krijgt feedback van je collega's, dus je kunt je materiaal beter maken. Je merkt dingen die je zelf niet goed hebt, die kun je verbeteren. En uiteindelijk komt het beste materiaal, komt voor iedereen boven. Dus daarom geloof ik uiteindelijk in open materiaal.